Kijk, de afgelopen 10 jaar heeft Rutte doorgemodderd. Heeft hij gezegd, nee hoor, dat heb ik niet gedaan. Hè? Bankenreddingsfonds, nee hoor, dat heb ik nooit gedaan. Nee, heb je wel gedaan, gek. Hier staat het toch, Mark. Mark Rutte, als je dit kijkt, heb je zelf gedaan. Maar wat loop je tof te doen? Nou, je hebt zelf die draft ingediend. Maar waarom is er dan niemand die zegt van, hey jongens, wat gebeurt er hier? Ik ben de enige journalist die dit leest. Als mensen mij heel erg bekritiseren, dan lees ik het nog eens en denk ik, ja, ik ben toch niet gek. Ja, ik zie het hier gewoon staan. En onze zorghelden. Ik vind dat zo om te kotsen. Sinds Akwasi mag je dingen zeggen, maar ik zal het niet zeggen. Mensen weten waar ik op doel. Ja. Mensen die zeggen, we klappen voor onze zorghelden. What the fuck? Die mensen die vragen al decennia of in ieder geval al jaren om fatsoenlijke beloning. Krijgen ze niet. He, ze worden op de nullijn gezet, maar Nederland gaat wel de Deutsche Bank redden. Dus ze spekken eigenlijk de bankrekening van de miljardairs? Ja, het is omgekeerde solidariteit. Hé, Galit, het is jouw bank. Ja, red hem zelf. Red hem zelf maar. En om die cycle te doorbreken, moeten die banken gewoon kapot. En die banken laat je kapot gaan door ze niet te redden. Welkom bij een nieuwe aflevering van Madelon Navigeert. Ik ben momenteel onderweg naar onze gast voor vandaag. Dat is namelijk niemand minder dan Arno Wellens. En Arno is publicist, schrijver en journalist. En hij weet onwijs veel over de eurozone en over de economie. En in het bijzonder de combinatie tussen die twee. En bij het grote publiek werd Arno vooral bekend door zijn video over de Deutsche Bank. Al publiek verklaarde hij Deutsche Bank failliet. En daar is natuurlijk de nodige moed en de nodige kennis voor nodig voordat je zoiets kan doen. Ik ben benieuwd naar zijn beweegredenen, maar ik ben ook benieuwd naar de toekomst van de eurozone, de toekomst van Europa, van de euro, van onze banken. Hoe gaat onze toekomst eruit zien samen met eventueel corona? Daar gaan we het uitgebreid over hebben vandaag. En rij gezellig met ons mee. Vergeet niet om ook even te abonneren op dit kanaal en je duimpje omhoog te doen als je dit leuke content vindt. Ik heb er onwijs veel zin in. Dus we gaan nu snel richting Arno. Dag Arno. Ja, goeiedag. Hallo, hallo. Ga ik voorin of? Ja, als je dat wil. Ja, want taxis die moeten nu... Eigenlijk mag het niet, hè? Ja, maar we hebben het nu al gedaan. Ja, maar het is niet anders. Maar Arno, vertel, hoe is het met je? Ja, hoe is het met mij? Goed eigenlijk. Ja, het gaat eigenlijk goed. Ja, ik vind het spannend. Het zijn spannende tijden. Ik wil eigenlijk nog eerst even met je terug, hoor. Want ja, hoor. Jij bent bij het grote publiek natuurlijk bekend. Ik heb het net gezegd. Ik doe mijn zonnebril af. Dat vind ik wel... Wel nuttig. Ik heb een vreselijke koormal trouwens, dus ik ben niet naar de kapper geweest. Ik moet... Maar de vorige keer kreeg je ook al opmerkingen over de krulletjes. Maar goed, maar ik moet gewoon even naar de kapper. Maar, dat is, maar goed, even terug hoor. Want, verder gaat het goed. Ik praat te veel. Ik ga meteen... Geef niks. Ja. Ik moet en sturen en jou een beetje in toom houden tegelijkertijd. Dus ik hoop dat het een beetje goed is. Maar jij bent een dame. Je kan multitasken. Ik kan dat niet. Zeker mijn brein is daar beperkt voor. Eerst eventjes terug. Ja. Want jij bent natuurlijk bij het grote publiek. Ik zei het net in de intro. Ook al bekend geworden door de video over Deutsche Bank. Waarin je al publiek... Deutsche Bank op papier failliet verklaarde. Ja. En nou ja, een heleboel mensen die hebben. Gaan we het daar nog over hebben? Nou, niet uitgebreid, maar een heleboel mensen hebben natuurlijk die video gezien. En wat ik me dan afvraag is, hoe kom jij zover dat je daadwerkelijk voor jezelf de stap durft te zetten om te zeggen, nou, ik heb dit geconcludeerd. Ik zie dat hier iets misgaat. Ja. En ik ga dit naar buiten brengen. Wat is de weg die jij daarvoor bewandeld hebt? Hoe ziet jouw verleden eruit? Leuke vraag. Ik heb bij een aantal banken ook gewerkt. Dus ik heb het Dexia Labouchère schandaal van dichtbij meegemaakt. Ja. Dus ik was een arme student economie. Ik had geen geld. Toen zag ik een advertentie in de krant. Beleggingsadviseur, goede verdiensten, geen ervaring vereist. En toen dacht jij, dit is het. Hé, gratis geld. Dat was het ook. En dat is de... Op die manier heb ik de beurscrash van 2000 meegemaakt. Mm-hmm. En met Labouchère en Legio hebben we... uit mijn hoofd was het bij een paar honderdduizend mensen hebben 7 miljard euro aan vermogen vernietigd. Zo. En er zitten, nu zijn de laatste mensen al uit de schuldsanering. Daardoor, door wat wij toen hadden uitgevroten.
Is dat was nog allemaal legaal. Maar goed, toen zat ik erop. Toen dacht ik, hé, dat kan dus. Dus banken kunnen hele gekke dingen doen. Kunnen eraan kapot gaan. Nou, daarna heb ik, ben ik toch nog weer de boeken ingedoken. Heb ik andere bijbanen maar gezocht, zal ik maar zeggen. Andere bijbanen in de zin van? Ja, of naast de studie. Oké. Daarna heb ik bij KPMG gewerkt, een accountant. En hoe oud was je toen? Wat was ik toen? 25 of 26. Ja. Was niet mijn, mijn ding. Het ligt niet aan het bedrijf. Het is verder gewoon een goed, heel professioneel bedrijf. Alleen het werk stond mij totaal niet aan. Zeer repetitief. Alle respect voor KPMG, de accountant enzovoort. Iemand moet dat doen. Mm-hmm. Maar dat was niet voor mij. Ik heb daar, ben daar te snel in gegaan, niet over nagedacht. Maar toen zat ik toevallig wel aan het begin van de volgende crisis. Dat was heel interessant eigenlijk. En toen zie je dat die banken die gaan weer zulke patronen laten zien. Dat ze en dat was in 2007? 2007 was dat, ja. Nou, ik werd daar heel ongelukkig sowieso van het repetitieve werk. Toen heb ik via een gemeenschappelijke vriend Jort Kelder leren kennen. Uh-huh. En die zei, als jij nou journalist wordt, dan ben jij de enige in ons vakgebied die de jaarrekening van een bank kan lezen. Dus jij ging van een goed betaalde baan bij KPMG... Ja, met alle respect. Richting journalistiek. Ja, ze hebben het piramidemodel of het up or out model. Dus aan de top wordt goed verdiend. Ja. Ik geloof niet dat die mensen zich zorgen hoeven te maken over of ze de huur betalen. Uh-huh. De mensen hier om ons heen wel, die hebben het een stuk moeilijker. Ja, ja. Dus voor die senior partner zeker niet. Maar aan het begin is dat niet heel... Maar het salarisperspectief van de journalist is natuurlijk gewoon verschrikkelijk slecht. Ja, precies. Ook leuk om dat even te zeggen. Dat is misschien nog zo. Wel slechter dan, nee, dan de KPMG. Ja, omdat... die moet je wel voorlaten. Of rij... Nee, ja. Wie? Nee, toch niet. Je loopt zo traag. Ja, zoals op 10 meter, maar ik loop zelf als een kip zonder kop. Dus... Er wilde iemand oversteken, maar ik ga mij niet bemoeien met het verkeer. Dit is gewoon helemaal jouw... Ik doe dat zelf ook altijd. Geef niks. Ik doe mijn best. Waar je me ophaalde bij die rotonde, daar heb ik ook een keer bij het afrijden een dingetje gehad. Een klein botsinkje. Oh, nee. Dus die keer werd niet mijn afrijden. Dat was daarna, maar... Maar goed. Goed, we waren bij journalistiek. Nee, ja. Toen ging ik naar Quote. En precies toen vielen al die banken om. Dat was perfecte timing. Want dan was het de vraag van, hoezo kan een bank failliet gaan? Wat maar is een CEO? Maar toen vielen al die banken om. Waar doe je dan DSB, Fortis, ja. SNS. Ja. En hoe heb jij dat toen ervaren? Want dat was in 2008, neem ik aan. Toen dacht ik, hé, dit is een patroon. Ja. En je kunt daar boeken over lezen. Je hebt Hyman Minsky, dat is een Amerikaanse econoom. Mm-hmm. Boek uit 1986 uit mijn hoofd. Daar heeft hij eigenlijk de crisis van een jaar erop al voorspeld. Of de savings and loans crisis, namelijk dat banken, beleggend publiek, overheden, die vallen steeds in hetzelfde patroon. Dus dan krijg je een crisis, dan leren mensen ervan, dan wordt de sector gereguleerd, worden er maatregelen genomen om een volgende crisis te voorkomen. Ja, en hij zegt volgens mij ook dat één keer in de 7 of 10 jaar... Juist, bingo, dat is 1. Oké, dat is stap 1. Daar zijn we inderdaad. Ja. Ja. En dat is inderdaad, je hebt dan een ander boek, Manias, Panics and Crashes van Herr Kindelberger. Ja. En die zegt dat is om de 7 tot 10 jaar. Daar maken mensen dezelfde fout en dat gebeurt nu weer. Mm-hmm. Er wordt nu gezegd, zelfs 2 verdieners kunnen niet genoeg hypotheek krijgen om hier een woning te kopen. Nou, moet je die hypotheeknormen toch versoepelen? Dan krijg je nog meer krediet. Nou, zo is het fout gegaan met Lehman Brothers in 2005. Ja, dus er is veel krediet verschaft. Er is te veel krediet verschaft, alles gaat omhoog. Dan komt er een gebeurtenis, een externe schok, bijvoorbeeld corona, en dan stort het weer in. En dan moet je afschrijven op die leningen. En de sector die al die leningen verstrekt, dat zijn natuurlijk de banken. Wacht even, nog voordat we naar corona gaan. Maar even terug naar 2007, 2008. Jij werkte toen dus nog bij Quote. Je zat er bovenop. Je had door, dit gaat mis. Ja, want ik moest Dirk Scheringa voor de Quote 500 uitrekenen. Dus ik had die kerel gebeld. Hij zei, ik ben een miljard waard. Ik ben een miljardair. Ja. Ik ben de eerste self-made miljardair. En toen ben jij door gaan rekenen? Toen dacht ik, nou, ga eens even in die balans van je kijken. En ik vond dat wel tegenvallen. Hij zei ook van, ja, nou, oké, je hebt dan zo'n kredietgriepje in Amerika. Ja. Dat was in 2007 al, hè. De kredietcrisis die begon in maart 2007. Mm-hmm. Toen zag je de delinquencies, dus de wanbetaling, zag je al omhoog gaan in Amerika. Ja, dus dat betekent dat mensen die hypotheek of leningen hebben, dat die een poosje niet die schuld die kunnen die schuld niet betalen. Dus die beleggingsproducten die gebouwd zijn op dat afbetalen, die moeten dan meer waard worden. Ja. Maar die werden juist meer waard. En dat hebben we het vorige keer over gehad. Mm-hmm.
Dat zag je in de Big Short. En dat is een signaal van het gaat een keer fout. Want je kunt met manipulatie kun je dingen eventjes tijdelijk hoog houden. Huizen die hier om ons heen die van redelijke tot matige kwaliteit zijn, maar veel te duur. Ja. Nou, je kunt speculeren, maar dat kun je maar even doen. Wat interessant is, is dat we nu in Amerika ook zien dat die delinquenties fors oplopen. Ja. In Europa valt het nog mee, maar in Amerika neemt dat fors toe. Ja. Maak je daar dan een zorg over? Absoluut, dat is een herhaling. Je krijgt precies hetzelfde als in 2007 en 2008. Ja, behalve dat de schulden dan nu dusdanig groter zijn. Die zijn dan nog hoger, want we hebben die rommel van 2008 nog niet opgeruimd. Maar goed, in de Scheringa kon je dat zien. Daarna ging Fortis. En als je het faillissement van Fortis bekijkt en je leest daar boeken over. Of ja, je bent daar nou bij betrokken. Je volgt dat als journalist. Mm-hmm. Ja, je kan dat gewoon naast de gebeurtenissen bij Deutsche Bank. En daar heb je een AMRO liggen. Ik kan me herinneren dat jij zei dat je bij de groep zat die de laatste accountantsverklaring van Fortis ondertekende. Dat goed? Ik moet even kijk, je hebt daar wel een geheim. Een geheimhoudings. Er zit ook in mijn hoofd was €25.000. Je moet ook niet over die dossiers enzovoort. Maar men zou op mijn LinkedIn kunnen kijken. Mm-hmm. Men zou. De laatste jaarrekening van Fortis en van SNS. Die kunnen opvragen en dan kijken wie daar. Ja, nee, dat. Ja, we kunnen hem eruit knippen hoor. Nee. Laat gewoon zitten, want het is zo evident. Alleen, het gaat met name. Kijk, waar het mij om gaat is dat de accountant die keurt het goed. Mm-hmm. Dus even los van wat ik dan wel of niet. Mijn rol. En dus de accountant die heeft een methode waarbij die de. Eigenlijk zelf ook niet begrijpen wat die CDO's en die dingen en die derivaten. Weet ik wat het allemaal waard is. Mm-hmm. Dus dan komt er zo'n kerel bij. Was zo'n bank die komt binnen. Mooie man. Ik val niet op mannen, maar. In een mooi pak waarschijnlijk ook. Ja, absoluut. Dure, slim. Rent snel, ruikt lekker. En ik ben niet van de mannen, ik ben niet van de herenliefde. Maar als je ik kan me er iets bij voorstellen. Ja, precies, ik zie jou al helemaal opleven. En die zegt, nou met die CDO's, we doen gewoon zus en zo. En heeft hij een Excel-sheet en dan doet hij een paar dingen. En feitelijk waarderen op marktwaarde. Ja. Net als bij Bitcoin, dat je eigenlijk puur en alleen maar kijkt naar wat er gisteren op de beurs gebeurde. En dan neem je aan dat het vandaag weer gebeurt. Uh-huh. Nou, dan gaat dat immer omhoog. Totdat er iets gebeurt wat je niet voorspelt en dan stort het in. Maar goed. Ja. Nou, de accountant die doet dat na. Die komt ook tot een hele positieve waardering. Dus zowel de bank... He, dus de bank die geeft over zichzelf een bijzonder positieve analyse af. Ja. Maar die bank moet ook zijn eigen aandelen verkopen. Dus dat is niet zo gek, hè? Nee, dat is leuk. Als de slager zegt, mijn vlees is het allerlekkerst. Ja. Nou, dan komt de accountant langs en die weet, lastige klanten, hoe waardeer je dat eigenlijk? Hoe meet je de kwaliteit van het vlees? Nou, die gaat dan aan de slager of de bankier vragen hoe die dat deed. Die doet dat na en die komt tot dezelfde conclusie. Het is een wonder. Ja. Dus de accountant en de bank zijn het erover eens. Dus die accountant kan eigenlijk ook niet kritisch zijn, want die wordt ook betaald door die bank. Mm-hmm. Dat is nu ook zo. Vervolgens gaan de experts, mensen die voor eigen risico in dat aandeel beleggen, dus die, wiens vermogen of hun baan of hun reputatie, dat hangt allemaal samen, ervan afhangt of ze een goede analyse maken over die bank. Ja, die doen hetzelfde als ik als journalist. Die kijkt dan van een afstand. En dan zeggen, ja, er staan dingen op die balans voor hele hoge waarde. Maar dat klopt helemaal niet. Dus die gaan dan dat aandeel dumpen. En dat is bij Fortis gebeurd. En uiteindelijk krijg je... Dus er zijn dan al insiders die eigenlijk al doorhebben van... Oké, jongens, die waardering wat die gladde man in dat mooie pak heeft gegeven... Dat klopt niet. Dus wij gaan de aandelen onderling van de alvast dumpen. Ja, die weten al, ja. Dus de... Koersen Goldman van Sachs. Die aandelen gaan omlaag. Ja, mensen bij Goldman Sachs doen dat. Mm-hmm. Je kunt gewoon kijken wat de... Je ook, als Goldman Sachs een aandeel Deutsche Bank koopt... dan kun je kijken tegen welke prijs ze dat doen. Ja. Er is sinds enige tijd is er een register... waarbij banken moeten vertellen welk belang ze in een andere bank hebben. Mm-hmm. Omdat ze anders stiekem een belang kunnen opbouwen... en dan bij zo'n overnamestrijd krijg je dat... Dus om dat te voorkomen, moeten ze vertellen wat ze hebben gekocht en tegen welke prijs. Nou, als je kijkt, Deutsche Bank, dat wordt gekocht door Commerzbank. En, dus dat is de grootste concurrent in Duitsland met de meeste kennis. Dat aandeel van Deutsche Bank wordt gekocht door Commerzbank Goldman Sachs.
tegen een veel lagere prijs dan de directie van Deutsche Bank en hun accountant in het jaarverslag hebben gezet. Dus dan weet je gewoon, er klopt hier iets niet. Er is hier iets aan de hand. Dus eigenlijk zeg jij, nou, wat we toen gezien hebben, 2007, 2008, dat die koersen van die aandelen omlaag gingen, dat zien we nu opnieuw gebeuren. Ja, dat zie je exact opnieuw. Die bank als die verliezen gaat maken, omdat mensen te veel krediet hebben. Ja. Mensen zitten tot, landen ook, tot over hun oren in de kredieten. En de westerse, ja, de blanke samenleving, om het zo maar te zeggen, die gaat gewoon krimpen. Ja. Even nog toch naar jou, want... Het is heel simpel. We hebben het dus nu even overal gehad over het feit dat jij begonnen bent als jonge student. KPMG, daarna teruggegaan als journalist. Ja, eerst La Bouchère. Ja. Een mooie, chique naam. Met een mooie, chique naam kun je mensen leegvreten. Zeker weten. 7 jaar daarna had je Fortis. Ja. Maar toen was ik al journalist. Dus dan ga je in 2015 ongeveer ga je afvragen... Ja, hier had je gewoon kunnen doorknallen. Ja, dat weet ik. Want, haal je tanden, hè? Maar die had ik niet gezien. Daar zit die motorkap voor. Nee, dat is ook zo. Ik zou er niet mee moeien, sorry. Dus inderdaad. Dus Hyman, Minsky, Kindleberger, die zeggen 7 tot 10 jaar, dan begint het weer opnieuw. Mm-hmm. Dat is gebaseerd op een hele lange tijdreeks analyse. Gaat verder terug dan de Nederlandse tulpenmanie zelfs. Ja. Maar dat is wat zij zeggen. Dus als journalist kun je dan in 2015 kijken van... Goh, zien wij hetzelfde signaal weer. Dat een bank een interne hele hoge waardering geeft aan zijn goederen. Of aan zijn beleggingsproducten bijvoorbeeld. Ja. Wat kan, hè, want je kunt beleggingsproducten tegen elkaar verkopen. Mm-hmm. Banken onderling, dan gaat de waarde daarvan omhoog. Maar mensen weten van elkaar dat ze eigenlijk bezig zijn iets kunstmatig hoog te houden. Ja, lucht aan elkaar. Dus ze gaan elkaars aandeel dumpen. Ja. Nou, de eerste bank die opviel was Monte dei Paschi di Siena. Ja, de Italiaanse bank. De Italiaanse bank. Daar is iemand, meneer Rossi. Die, dat klinkt wat mooi. Hè? Ja, prachtig. Hoe hij aan zijn einde komt, is niet zo mooi. Daar hebben we bewakingscamerabeelden van. Want wat hij deed, hij werkte bij Monte dei Paschi. En het was zijn baan om beleggers, families in Zuid-Italië bijvoorbeeld. Ik ga verder geen insinuaties doen, weet ik wat. Maar mm-hmm. hij moest mensen toch interesseren om aandelen in Monte dei Paschi te kopen. Mm-hmm. En mensen deden dat, want meneer Rossi die had een prachtige balans bij zich. Goedgekeurd door de accountant. En allemaal rijke families, familiekapitaal. Die mensen die stapten in dat aandeel. En die waren hun geld kwijt, want daarna stortte de koers in. Dat kan dus. Nou, toen hebben ze dat afgereageerd op meneer Rossi. Die is toen... Meneer Rossi is spontaan overleden. Ja, die is uit het raam gevallen. Oh, ja. En bij de val op zijn rug brak hij zijn handen. Oh, bijzonder. En je ziet hem ook vallen. We hebben daar beeld van. Oké. Okay. En daarna komen nog 2 mannen het steegje in waar hij uit het raam is gegooid om te kijken of hij nog wel beweegt. Oké. Okay. En dat is verder, is daar verder niet zoveel in het nieuws geweest, maar dat is gewoon een afrekening in het bankaire circuit. Wow. Wat voor mij betekent, Italië, banken, blijf daar ver uit de buurt. Ja, ga geen bankenunie doen, want dat is wat er gebeurt. Ja. Als je daar je geld in steekt, ook als Nederland, als je dus banken gaat helpen of Italië, je bent het kwijt. Het is gewoon een zwart gat, wat Rutte nu ook doet, geld is gewoon weg. Maar dat zal nog eventjes duren. Maar goed, dus dat was begon met Monte dei Paschi. Ja. Toen had je Unicredit. Ja. Dan zie je dat heeft een koers van een aandeel en dat stort gewoon in. En later dat jaar was het Deutsche Bank. En op een gegeven moment was ING meer waard dan Deutsche Bank en Unicredit samen. En toen dacht je, ja, hier gaat iets fout, want Deutsche Bank niet. Was ooit een van de grootste van Europa. Van de wereld en de grootste van Europa. En toen, wat ben je toen gaan doen? Heb ik daar wat artikelen over gemaakt. Ja. Kamerleden gesproken. Ik heb ook... andere artikelen gemaakt over derivatenfraude. Dus wat er gebeurd is. Of ja, ik mag niet alles fraude noemen, want dan krijg ik daar weer gedonder mee. Maar dat de Europese Unie heel erg bezig is om de risico's die in het bankwezen zitten, om die weg te masseren. Dus tegen mensen zeggen, er is niet zoveel aan de hand. Ik heb er ook een paar stukken van bij me, maar dat gaan we natuurlijk niet opdreunen nu. Maar dat er gewoon aan een bankenunie wordt gewerkt, waarbij je de banken die gezond zijn, die mogen derivatenconstructies gebruiken om hun rotzooi uit de boeken te laten. Ja. Maar als ze failliet gaan, bijvoorbeeld een Italiaanse bank gaat failliet, of een Duitse, de Deutsche Bank, dan moet Nederland daarvoor betalen. Dan wordt die rekening bij de Nederlandse belastingbetaler in de maag gesplitst.
Zonder dat hij dat ziet, die Nederlander, of dat hij er ook maar enige zeggenschap over heeft. En dan doel jij op de Europese bankenunie. Dat is de Europese bankenunie. Waarbij ja. Merkel ineens die de vaart erachter zette om toch maar ervoor te zorgen dat heel ja. Europa samen ook het rijke Duitsland, precies. Met Deutsche Bank op zijn grondgebied. Precies. He? Die er net even iets minder goed voor stond dan juist men dacht. En dat is heel vervelend. Dus nu staat Nederland echt alleen wat dat betreft. Hij hebt ook Slowakije, Estland, Litouwen, Finland. Jij bent het dus gaan roepen. En op een gegeven moment in 2014, 15 ben je ook behoorlijk met politici in discussie geweest hierover. Van jongens, we moeten wat doen, want dit gaat vroeg of laat mis. En nou, daar is eigenlijk geen gehoor aan gegeven. Ook al is er gezegd, we willen wel. Hè. Volgens mij is er zelfs een motie in de Kamer geweest. Maar er is niet echt naar geluisterd. Nee. En dan kom jij tot de besluit. Ik ga op YouTube een video zetten bij Café Weltschmerz. Ja. Waarin ik uitleg aan het gewone volk wat hier misgaat. Ja, Deutsche Bank is failliet. Precies, dat was de video. Mag je niet zeggen, want dan roep je op tot een bankrun. Ja. Nou, knip het er ook maar niet uit. Maar alles wat Lehman Brothers en Fortis deden in 2007 en 2008, ja. Dat allemaal, dat doen Deutsche Bank en ABN AMRO. Al die signalen, die herhalen zich gewoon. Een van de dingen die bijvoorbeeld ABN AMRO heeft gedaan, is dat ze kapitaal versterken. Ze willen hun balans versterken, ze zijn eigen vermogen aan het aantrekken. Maar goed, dat is dus wat je doet als je stress hebt. Dan ga je je eigen vermogen versterken. En ABN AMRO doet dat en Deutsche Bank doet dat. Maar jij hebt dat dus aan de grote klok gehangen en die video daarover gemaakt. Ja, dat was na die video. Heb jij je toen al... had je toen al voor jezelf duidelijk wat voor consequenties dat kon hebben? Want jij zei net al, nou, op het moment dat je zegt, deze bank is failliet, oproepen tot een bankrun, daarvoor kan je zelfs de gevangenis ingaan. Heb ik tijd om rustig... Heb je daarover nagedacht? Ook de consequenties die dat had? Ja. En heb je dat overwogen om dit überhaupt naar buiten te brengen? Heb je daar een afweging in gemaakt? Het leek me gewoon vrij duidelijk om dat wel te doen. Kijk, wij leven, ik noem dat zo, het tijdperk van de brave journalistiek. Ja. Heel veel dingen die ik noem, die kunnen mensen gewoon zelf opzoeken op de website van de Europese Commissie bijvoorbeeld. Weet je, mensen zeggen vaak tegen van, oh, dat is een complotdenken, weet je wel. Mm-hmm. Dat is allemaal niet waar. Het is allemaal, en als je dan even op de stoel van de duivel gaat zitten. Ja, European Stability Mechanism Guideline on the Backstop Facility to the SRB. Dus mensen dat googelen. Wat houdt dat in? Dat is het Europees Stabiliteitsmechanisme. Dat mag landen en banken redden naar eigen inzicht. Ja. Daar heeft de Nederlandse belastingbetaler dus ook geen grip meer op. En daardoor haal je dus ook... Het Nederlandse parlement kan niet meer zeggen... Oh, die bank of dat land moet je niet redden. Okay. Er is dus een aparte ambtenarenclub, een aparte juridische entiteit gebouwd... Mm-hmm. Die zelfstandig banken en landen kan redden. Bijvoorbeeld Griekenland. En als Nederland nu zegt, ja, wij willen helemaal niet dat gebeurt. Hè, stel dat er een... Heb je daar geen inbreng? Dan heb je daar geen inbreng meer in. Dus, is dat dan een soort van fonds waar dat geld uitkomt? Dat heet het ESM, het Europees Stabiliteitsmechanisme. En als dat verlies maakt, dan kan dat Rutte opbellen. Ja. En zeggen, jij hebt 7 dagen om elk bedrag op tafel te leggen dat wij nodig achten. En omdat dat fonds bestaat, zijn marktpartijen weer bereid gebleken om geld aan Griekenland uit te lenen enzovoort. Daarom daalt in dat land de rente weer. Ja. Maar het is gewoon puur omdat Nederland garant staat. En dan moet je dus voorkomen dat Nederland zegt van, ah, we hebben net een regeringswissel gehad. We hebben hier geen zin meer in. Nou, om dat te voorkomen is het budgetrecht bij Nederland weggehaald. Oké, dus Nederland heeft geen inspraak meer. We hebben daar op dat vlak... En als ik dan even als gewone burger ga, op de stoel van een gewone burger ga zitten, is dat dan erg? Ja. Wat maakt het uit als Nederland die banken redt? Boeien? Nou ja, je bent je geld kwijt. En hoezo? Je bent je geld kwijt? Ik bedoel, als je geld stopt in een failliete boedel, dan is dat toch weg? Daarom met DSB ook niet gered. Nee, precies. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld een Deutsche, als daar geld in wordt gepompt, in de vorm van eventueel bijvoorbeeld een bad bank of iets dergelijks, waarbij je dus gaat kijken naar, nou, hoe kunnen we die bank nog overeind houden, zodat we in ieder geval die betaaloptie daar houden. Hier hebben we het de vorige keer over gehad. Dit is afpersing. Dit is morele chantage.
Want je kunt die betaalfunctie uit die bank slopen. Ja. Dan kun je gewoon nog geld pinnen en dan kun je nog lekker op de markt je kaarsje kopen. Ja. Maar dat betekent niet dat je het eigen vermogen van die bank moet gaan aanzuiveren. Nee. Ik begrijp het volkomen. Jij bent het ermee eens, dat weet ik. Maar wat maakt het dusdanig erg dat als wij als Nederland zo'n bank gaan redden, hoe gaat de gewone burger daarop achteruit? Merkt hij daar wat van? Natuurlijk, ja, want hij moet geld stoppen en iets wat hij nooit meer terugkrijgt. Hoeveel geld gemiddeld moet kost dit een Nederlander? Is niet beperkt. Onbeperkt. Nederland staat onbeperkt. Dus op het moment dat Deutsche Bank failliet zou gaan? Als Deutsche Bank failliet gaat en stel dat er een schade ontstaat, die ver boven die stootblokken die daarvoor gebouwd zijn uitgaat. Ja. Want daar hebben we het over, anders los je het maar lekker intern op. Ja. Dan is er een Single Resolution Fund. Mm-hmm. En dat wordt gevuld door de banken zelf. Dat moet in 2024 af zijn. Hopen dat er dus niet voor 2024 ineens een plotselinge crisis komt. Maar die is er dus niet. Die is er al. Dus ja, dat fonds is niet vol en zou sowieso te klein zijn. Nou, wat staat hier dan? Artikel 1.2, aim and scope van de draft guideline, agreed draft, mm-hmm, van nieuwe wetgeving die Nederland zelf voorstelt. Ja. Dus Mark Rutte en Wopke Hoekstra die zeggen, ja, we probeerden die eurobonds in Brussel nog tegen te houden. Maar ik heb hier gewoon een agreed draft, een voorstel van Rutte en Hoekstra waarbij ze zelf zeggen, als dat fonds niet genoeg geld heeft, nou, dan moet het maar geld van Nederland krijgen. Het is dus Rutte doet dat altijd, van ja, nee, ik probeer het nog tegen te houden in Brussel. Ja, precies. Maar eigenlijk. Maar ja, ik moest wel, want ja, de druk was zo groot. Nee, het is een draft. Hij stelt het voorstel zelf op. Ja. En daarom had hij, dat zei ik de vorige keer ook al, daarom heeft hij die ruzie. Hier staat hij gewoon, lieve mensen, draft. Hij maakt het zelf. Daarom zeggen die mensen in de Europese Raad, Merkel, Macron, in de eurogroep, waar de minister van Financiën van de eurozone samenkomen, die zeggen, wat loop je tof te doen? Want je hebt zelf die draft ingediend. Maar waarom is er dan niemand die zegt van, hé jongens, wat gebeurt er hier? Ik ben de enige journalist die dit leest. Maar het staat hier letterlijk. Loans under the backstop facility. Ja, dus de backstop. Ja. Die moet je dus, stel Deutsche Bank gaat failliet. Ja. Dan moet je de aandeelhouders aanslaan. Maar dat is niet genoeg. Daarom gaat die bank ook kapot. Mm-hmm. In Nederland zal dat in eerste instantie ABN AMRO zijn. Mm-hmm. Nou, dan moet er een fondsje zijn dat die bank gaat redden. Ja. Maar dat wordt gevuld door de banken zelf. En daar zit net het probleem. Er zal extern geld bij moeten. Ja. Nou, dus als dat bankenfonds, hè, dat fondsje dat die banken zelf maken, als dat op is, ja, dan moet er dus een backstop komen. En dan staat er loans under the backstop facility may be granted to het bankreddingsfonds. Ja. Only as a last resort. Het mag niet zomaar, maar het gaat dus wel. And to the extent it is fiscally neutral in the medium term. En fiscally, dat betekent betrekking hebben op de begroting. Hier wordt gewoon een Nederlandse begroting erbij betrokken. Dus dit betekent dat de begroting dusdanig kunnen gaan oprekken om alsnog die banken overeind te houden. Ja, want als je die failliete boedel gaat redden, ja, dan moet er ergens geld vandaan. Maar ik begrijp niet waarom. En maar neutral, niet, hè? Neutral, dus het komt op lange termijn komt het wel terug. Net als met Griekenland. Ja, alles komt terug met rente. Ja, precies. Dat is waar. Dan, precies, maar dan zit je geld erin en dan durf je als Nederland ook niet meer uit die eurozone. Want ja, dan heb je er en dan zit je er gewoon al te diep in. Maar even maar beeld van. We hebben het nu gehad over de banken. Dat is helder. Ze staan er niet goed voor. Nee. En de kans is groot dat de boel dat een behoorlijk aantal banken hier problemen mee krijgt. Het heeft het corona-verhaal hier ook nog het een en ander mee te maken. Ja, we zitten natuurlijk midden in een crisis op dit moment. We zien dat banken de ene na de andere miljoenen, al dan niet miljarden, in de stroppenpot gooien. Dat is dus te weinig. Het is nog steeds weinig, zeg jij. Dat wordt ook door andere journalisten wordt dat beaamd. Ja. Wat kunnen wij daarmee? Wat zegt dit dat we nu weten dat banken zich hier wel mee bezighouden? Want in feite gaat het er natuurlijk over dat zij zich realiseren. Er zijn heel veel kredieten verschaft. Er zijn heel veel leningen uitgegeven. Zowel in de vorm van hypotheken, maar ook zakelijk. Heel veel daarvan gaat niet terugkomen. Ja. Dus we reserveren alvast een bedrag daarvoor. Ja. En jij zegt dus dat gereserveerde bedrag dat is niet genoeg. En dan zal er dus extern geld bij moeten. Maar dat vind ik heel vals. Want als je met name in andere Europese landen kijkt, wie de grootste aandeelhouders zijn in die banken, mm-hmm, dat zijn vaak miljardairs. Ja, klopt.
Berlusconi heeft een bank, Unicredit zie je dat, heb je een Franse miljardairsfamilie. Dus ze spekken eigenlijk de bankrekening van de miljardairs? Ja, het is omgekeerde solidariteit. Dus wij zeggen tegen die zorgverleners, hè, onze zorghelden, ik vind dat zo om te kotsen. Dit, hè, sinds Akwasi mag je dingen zeggen, maar ik zal het niet zeggen. Mensen weten waar ik op doel. Ja. Mensen die zeggen, we klappen voor onze zorghelden. What the fuck? Die mensen die vragen al decennia, of in ieder geval al jaren, om fatsoenlijke beloning. Krijgen ze niet. En ze worden op de nullijn gezet, maar Nederland gaat wel de Deutsche Bank redden. De twee grootste aandeelhouders van Deutsche Bank, dat zijn twee fondsen die via een belastingontwijkconstructie heel ver weg, hè, zitten ergens in de Bermuda en de Cayman-eilanden enzovoort, daar zitten de grootste aandeelhouders van Deutsche Bank. Mm-hmm. Die betalen zelf geen belasting, hè, maar die krijgen wel Nederlands belastinggeld en dat is Al-Thani, dat is de dictator van Qatar. Okay. Die heeft uit mijn hoofd 3% van Deutsche Bank. Dat is een van de rijkste mensen op aarde. Zo. En Qatar... Die zijn portemonnee wordt dus gespekt. Die ga je redden. Ik zou zeggen, hey Galit, het is jouw bank. Ja, red hem zelf. Red hem zelf maar. Hoezo moet je in Nederland op zorg en op politie gaan bezuinigen? En ik zeg altijd BTW op babyvoeding omhoog doen. Ja. Want dat ga je dus krijgen. De BTW in Nederland gaat omhoog. Ja. Want dat is iets wat je ook concreet verwacht? Absoluut, maar dat staat, dan zeggen mensen, oh ja, dan gaan ze weer. Zeg je, oh ja, je moet een complot denken. Over toevallig, ik heb het hier voor me. Oh, toevallig. Rutte, die gaat dus 3 maanden lang, doet hij alsof hij probeert zijn poot stijf te houden in Brussel. Ja. Wordt hij daar belachelijk gemaakt, want hij heeft al lang toegegeven. Het was zijn eigen voorstel, hij was erbij. Maar goed, dat hebben we nu besproken. Ja. Nou, dan wordt er gezegd, nou, moet er dus een apart fonds komen om crisis op te lossen. Ja. En dan gaat de BTW omhoog. Is dat dan dat Europees Stabiliteitsmechanisme of is het dan nu weer iets anders? Dit is dat coronafonds. Het coronafonds, oh ja, het coronafonds. Maar dat is daar indirect... Daar zit het ESM ook in. Precies. Het is gewoon de manier om eigenlijk Brussel meer middelen te geven. Want hoe ziet dat coronafonds eruit? Nou, dat heb ik hier, wat een toeval, dat heb ik hier op voor me. Waar het eigenlijk op neerkomt, is dat de Europese Commissie, ja, die mag zelfstandig geld lenen. Ja. Want die Europese Commissie, die klaagt altijd, en terecht, van ja, wij moeten allemaal dingen doen van die lidstaten. We moeten vluchtelingencrisis, fatsoenlijk, streng maar rechtvaardig migratiebeleid hebben. Mm-hmm. Krijgen we geen geld voor? Ja, ben ik helemaal met eens. Ja, je dus afvragen of je wel open binnengrens wil hebben, maar dat terzijde. Maar die Europese Commissie zit altijd te klagen, ja, we hebben geen middelen. Want we krijgen te weinig geld van jullie. Maar goed, even concreet. Nou, concreet. Hoe kun je dan ervoor zorgen dat die Europese Commissie op korte termijn toch meer geld heeft? En ook nog eens zo'n coronacrisis kan oplossen, banken, ja, kan redden. Dan moeten ze zelf geld kunnen lenen. Ik bedoel, dat is de enige manier. Ja, en dit was kort nooit zo, toch? Dat was echt uit den boze. Als ik dat was uit den boze. Maar je zou nog kunnen zeggen, nou weet je wat, stel dat je in 2030 een crisis hebt, ja, dan zou je bijvoorbeeld nu de begroting kunnen verhogen. Elk EU-land legt bijvoorbeeld 1% extra in, mm-hmm, en dan bouw je een potje op. Maar dat potje kun je niet opbouwen bij een acute crisis, zoals corona, die je niet zag komen. Dus er is nu geen potje op. Er is geen potje. Nou, volgens mij is er maar één manier om dat op te lossen. Dat is lenen. Ja. Als ik nu acuut 100.000 euro moet hebben, dan moet ik even iemand liever aankijken die dat kan missen, bij wijze van spreken. Maar ik heb niet de tijd om het acute probleem bij elkaar te sparen. Dat kan niet. Dat kan per definitie niet. Dus vanuit dat fonds moet lenen. Vanuit de Europese Commissie wordt nu geld geleend. Ja, de Europese Commissie mag zelf geld lenen. Waar lenen ze dat? Bij de Europese Centrale Bank? Dat kunnen ze. Dat zou niet mogen. Maar ze kunnen bijvoorbeeld de Chinese overheid bellen. Of okay, die kerel in Qatar. Ja, om zijn eigen bank dan weer te kunnen, ja, financieren. Ja. En dan, maar alleen dan zullen die mensen, het is gewoon vermogende mensen, obligatiebeleggers, die kunnen obligaties van Nederland kopen. Mm-hmm. Die staan hoog aangeschreven. Ja, want de Nederland, kans dat Nederland omvalt is relatief klein. Die is klein, want Nederlanders zijn makke schapen als de overheid de belastingen hier belachelijk hoog opgooit. Mensen komen nauwelijks rond. Ze zullen toch betalen. Mm-hmm. Nederlanders hebben een hoge betaalmoraal, maar dan moet je eens uitkijken dat je niet wordt gepakt. Maar op dezelfde manier kun je obligaties van de Europese Commissie kopen. Dan ga je beleggen in schuldpapier van de Europese Commissie. Alleen, de Europese Commissie die mag zelf niet belasting heffen. Dus die heeft geen inkomstenbronnen waar ze die rente uit kunnen voldoen. Hoe gaan ze die rente dan betalen aan die buitenlandse investeerders? Nou,
dat is een goede... dan moeten ze dus own resources hebben. Ja. En dat staat hier letterlijk. Vet-based own resources. Artikel 144, Junto, artikel 74. Maar dan is wel de vraag waar die own resources vandaan komen. Dan moet de Europese Commissie... Zelfs... waar gaat dit? Jeetje, het stom dat ze niet even wachten. Nee, een beetje irritant. Maar goed, ja. We zijn niet zo heel breed, dus dat scheelt. En zou je niet meer focussen? Ik zou er niet mee bemoeien, sorry. Ik probeer dit. Ja. Maar kijk, die Europese Commissie die moet gewoon zelfstandig kunnen zeggen: wij gaan een belasting verhogen in Nederland. Ja. En dan gaat het over BTW. Ah. Want het voordeel van BTW, en dat hebben we ook al toevallig of niet, dat in eerdere filmpjes genoemd: BTW is meteen in werking. Dus als je zegt je gaat de BTW op eten omhoog gooien, ja, dat krijg je moet toch binnen. Eten, dus dat krijg je gelijk binnen. Ja. Dus de Europese Commissie kan zeggen, nou, wij gaan, we gaan de BTW in Nederland verhogen. Ja. Dan hebben we die renteinkomsten. Of tenminste, dan hebben we die BTW-inkomsten. Mm-hmm. Die kunnen we, dat gaan we dus door heel Europa doen, die kunnen we afzetten tegen rentebetalingen op een bepaalde obligatie. Ja. Dus je krijgt een nieuwe overheid. Er is een nieuwe overheid, dat heeft Rutte gewoon geïnstalleerd. Dus je betaalt straks belasting aan de Nederlandse regering en aan de Europese regering. Oké, en vanuit die BTW gaat de Europese Commissie dus die schulden weer, de rente op die schulden weer betalen. Ja, precies, want dan zegt bijvoorbeeld een rijke Chinees of een rijke Arabier, zo'n oliefonds, zegt of nou, wij zijn bereid om de Europese Commissie geld uit te lenen, ja. Maar wij willen een bepaalde rente hebben. Hoe ga jij die rente betalen? Nou, dan zegt Ursula von der Leyen, die zegt ja, het zijn eurobonds, dus de belastingbetaler in al die eurolanden gaat het betalen. Mm-hmm. En als de Griek het even moeilijk heeft, dan springt de Nederlander extra bij. Zal vooral daarop uitkomen. En ik wil nog heel even met je naar en dat is allemaal open en bloot. Ja. Ja, want er is dus niemand die dit zegt. Jij bent de enige die dit... Er is niemand die verdragen leest. En het stomme is... Snap jij waarom niemand dat leest? Ja, want het is een euro. Is het gewoon saai of... Het is lastig. Kijk, je kunt beter... heel druk maken om een maatschappelijk probleem. Zeg je, ik vind racisme heel erg ineens. Weet ik veel. Ja, dan kom je... een van de best gelezen artikelen op Telegraaf. Kun je gewoon zien wat er best wordt gelezen. Dat is dan van... Arie Boomsma vindt Johan Derksen toch geen racist. Oh, of zo. Ja. Weet je wel, dat soort dingen. En, je kunt beter ergens iets van vinden dan dat je... Ja, je moet ergens iets van vinden. Een relletje en een dingetje. Ja. En dan zijn er de celebrities... En dan heeft Bridget en Katja, die hebben hun slipje weer ergens laten liggen. Gaan ze door elkaar, is het van, ja, is die nou voor jou? Moeilijk. Ja, dus mensen, Nederlanders zijn excessief hard bezig met dom vermaak. Intussen hebben ze een premier gekozen die ze gewoon eigenlijk... Ja, sorry dat ik het zeg, maar nogmaals, agreed draft. Dus een voorstel van Rutte en Hoekstra zelf, die ze gewoon voorliegen. En ze laten dat gebeuren. En het is een vervelende boodschap om te brengen. Dus ik merk het ook nog eens bij verjaardagen. Dan word ik tegen beter weten in. Nodigen ze me dan toch uit. En dan zeggen ze, hoe gaat dat met dat filmpje en dit en dat. En ja, dan, hoe zit het? Ja, dan sta je op een gegeven moment alleen in een hoekje. Of je wordt helemaal niet meer uitgenodigd. Komt het dan dat het zulke lastige materie is? Dat mensen dit gewoon niet begrijpen? Het is dat. Maar het is niet zo moeilijk te begrijpen. Ik bedoel, ja, je hebt een bank die heeft te veel slechte leningen verstrekt. Die gaat eraan kapot. Ja, dat zit. Dan moet er extern geld bij. Maar het is wel handig als iemand je dat eventjes uitlegt. Ja, nou, dat doe ik dus in die filmpjes. Daarom maakte ik dat filmpje van Deutsche Bank. Want toen wist ik dat dit eraan zat te komen. Dat is december 2019, dat filmpje van Deutsche Bank. Zo lang geleden alweer. Ja, en toen was corona, was nog niet. Dus ik wist niet dat corona eraan zou komen. Maar er wordt wel dit fonds gebouwd. En dat doe je met een reden. Wanneer gaan we hier meer over horen? Over voelen misschien zelfs wel? Nou, het is, kijk, nu kunnen die banken eerlijk zijn en hun rotzooi vast beginnen te dumpen. En daar hebben we ook al gezegd, einde van het jaar, dan moet je de balans opmaken. En dan komt toch die volle rottigheid in zijn volle glorie naar boven. Ik bedoel, je kunt de rommel op je balans ook als bank, je kunt dat niet oneindig... tegen die hoge waarderingen houden. Mm-hmm. Dat zag je bij Fortis, dat zag je bij Lehman Brothers en dat zag je bij DSB. En dan komt er dus een acuut moment dat ze hun eigen vermogen moeten versterken. Ze zien al dat gebeurt. Dus Fortis die ging op een gegeven moment Gaddafi van Libië bellen.
Ja. Van, hey, heb jij niet wat geld? Wil jij niet investeren in aandelen Fortis? Ja, terwijl er niks aan de hand zou zijn. Dus nu inderdaad die aandelenkoersen al laag staan. Die staan laag, dus dan moet je proberen toch, via creatieve methoden, moet je proberen je eigen vermogen te versterken. Mm-hmm. Dat doe je maar met één reden. Eigen vermogen versterken, dat doe je omdat je indekt tegen toekomstige grote verliezen. Ja. Net als dat je een pistool koopt. Voel jij je veilig? Ja hoor, maar ik ga wel een pistool kopen. Maar dat heeft niets te maken met dat ik me niet veilig... Nee. Dus dat. Maar wanneer merken we dat dan? Want dat merk je dus aan het einde van het jaar. We zien het dus nu want dan, al een beetje ja, want gebeuren. Want dan gaan die accountants die de jaarrekeningen van al die brakke banken hebben goedgekeurd. Die zeggen dan van, 2007, 2008 herhaalt zich. Die zullen dit al kijken en die denken, herhaalt de geschiedenis zich niet. Ja. En dan zullen ze toch afboeking eisen. Waardoor de bank daadwerkelijk een verlies laat zien op zijn eigen vermogen. Ja. Dan zit je aandelenkapitaal, dus het eigen vermogen dat je dan ook op papier daadwerkelijk in je bank hebt zitten. Dat is dan te laag. En dan eist de wet dat je je eigen vermogen gaat versterken. En dan moet je aandelen uitgeven tijdens een recessie. In een klimaat waarbij journalisten, die het wel lezen, en de buitenlandse journalisten zijn die wel mee bezig. Ja, in Amerika heb je gewoon een betere pers, ook in Frankrijk. Ja. En dan denkt iedereen van, maar wacht even, ik moet jouw aandeel kopen. Maar mijn aandeel Deutsche Bank, dat zit al 5 jaar stort dat de afgrond in. Mm-hmm. Nou, dan gaan die banken geen eigen vermogen kunnen aantrekken, dan gaan ze kapot. Dat zal zich begin volgend jaar, denk ik, ontvouwen. In de aanloop naar hun jaarcijfers. Ga jij hier dan nog een belangrijke rol in spelen? Ga je dit ik had gehoopt, de voet volgen? Ik had gehoopt dat het laatste ding wat ik nog probeer te doen, wat ik kan doen, ja, is dat, kijk, de Nederlandse belastingbetaler die moet uit de buurt blijven van dat bankenreddingsfonds. Dan kun je zeggen, ja, Europese solidariteit, we moeten het samen doen en Poetin is zo eng. Weet je, dan krijg je allemaal dat soort. Daar gaat dit helemaal niet over. Je moet oude schulden oplossen en die zitten voornamelijk bij je banken. Maar de vraag is, dus je moet die banken gaan redden. Dus het is solidariteit. Ja, die Europese economie, er is niet één Europese economie. De economieën liggen zo ver uit elkaar. Noord en Zuid zijn zo ver van elkaar verwijderd. Dat je eigenlijk misschien in de basis wel zou moeten zeggen, nou, dat Europa, dat kan misschien maar beter uit elkaar getrokken worden. Ja, ik denk worden. Dat je dat wordt sowieso tijd om dat te doen. Ja. Maar dat had je dus eigenlijk 5 jaar geleden moeten doen. Maar kijk, in dat coronafonds van we gaan de Europese economie stimuleren, dat is onzin. Mm-hmm. Want als je 27 landen hebt, ja, die allemaal zien dat hun economie met 10% krimpt, mm-hmm, dan gaan ze samen geld op elkaar in één potje leggen. Ja. Hoezo maakt dat het beter? De enige manier waarop dat potje een effect kan hebben op de reële economie is als het ene land meer inlegt dan een ander land. Mm-hmm. Ik vergelijk het wel zo. Ja, als je 10 daklozen hebt en dan zeg je, ja, die gaan samen elkaars dakloosheidprobleem oplossen. Dat kan niet. Dat kan helemaal niet. Dus het enige wat kan gebeuren is een soort herverdeling dat de een die toch nog iets van een huis heeft, dat hij al die anderen gaat opvangen. Mm-hmm. Er moet iets van een beweging zijn tussen die potten onderling. Het is niet zo van, ja, nee, we leggen allemaal 1 euro in en dan is die euro, diezelfde euro meer waard omdat die in een potje zit of zo. Dat is niet zo. En het gaat hier gewoon puur om het feit, hoe kun je eigenlijk toch die banken redden? Want daar is men al 7 jaar mee bezig. Wat zou jij doen? Want jij hebt dus in 2014, 2015 al gezegd, we moeten nu iets gaan doen. Niemand luisterde toen naar jou. Nee, nu gaat het dus fout. Het lijkt me ontzettend vervelend. En nu zie je dat het gewoon misgaat voor je ogen. En nog steeds Rutte danst aan de pijpen van Angela Merkel. Wat zou jij nu doen? Wat zou je ze aanraden? Ik hoop dat er heel binnenkort een schandaal uitlekt. Een schandaal in de zin van? Dat, bedenk het maar, een of ander ranzig seksschandaal, mm-hmm, in het kabinet. Bedenk zelf maar een mooie storyline. Een ja? storyline. En dat het kabinet dan valt, ruim voor de volgende verkiezingen. En ook ruim voor het einde van het jaar. Dus er moet een nieuw kabinet komen. Ja, maar kijk, het probleem is dat de verkiezingen, die zijn na 31 december 2020. Dus stel dat er dan een regering komt die zegt,
wij willen dit helemaal niet, want die kijken dit filmpje. En dat doen ze ook, trust me, ik stuur het ze toe. Maar die kijken het filmpje en zeggen, hey, wacht eens even, wij moeten ons helemaal niet garant gaan stellen voor Deutsche Bank. Wat is dat voor raar gedrag? Laat die gozer uit Qatar, het is zijn bank, laat hem het maar oplossen. Ja. Hè, Qatar is ook nog eens het rijkste land ter wereld. Dan ga je omgekeerde solidariteit doen. Heel, heel raar. Heel veel mensen zullen daartegen zijn. Ja, hoe ver zit je er al in? Voordat corona begon, had Nederland zich al garant gesteld, via al die mechanismen en die gekke dingen, voor 400 miljard euro. Dus die 400 miljard euro, die is gewoon weg. Nou, dat is nu gegroeid naar 500, 600 miljard euro. Mm-hmm. En dan praat je over ja, ongeveer 60, 70.000 euro per werkende. Dus jij bent gewoon 60, 70.000 euro armer. Ik zeg, schrijf dat af. Dus gewoon iedere Nederlander, die kijkt op zijn bankzolder dat hij nu heeft, ja, doen we 60.000 piek ervan af. Dan is al die rotzooi ook doorgestreept. En dan zeggen we, lieve Grieken, lieve Italianen, lieve meneer Altani, wij zijn er even klaar mee als Nederland. Wij hebben een recessie. We gaan het even intern oplossen. Ja. Er komt niet nog meer bij. Maar even concreet, dat verlies moet je nemen. 60.000 euro per, ja, dat zorgt toch alleen maar voor dat de gemiddelde Nederlander nog meer in de schulden wordt... Ja, dat wordt hij ook. Wordt gejaagd. Maar dat kun je dus alleen maar... Kijk, niet alles daarvan is weg. Dus in die 60.000 euro, 60.000, 70.000 ook het... Slovaakse staatsobligaties die de ECB heeft gekocht. Ja. Die zitten daar ook in. Nou, die komen wel terug. Maar er zitten ook leningen aan het Griekse bankwezen. Dat is gewoon weg. Dus zeg dat de helft van dat bedrag... Dat is misschien nog terug te halen en de andere helft is weg. Zoiets zal het zijn. Ja. Dus dan zeggen we, nou, Nederland maakt hier gewoon een gigantisch verlies op. Ik bedoel, het geld dat wij die Grieken hebben uitgeleend, komt niet meer terug. Streep het gewoon door. Dan zijn we er vanaf en dan zijn we een illusiearmer. Maar dan kun je zeggen, tot hier en niet verder. Wij gaan bijvoorbeeld uit de eurozone. Of wij gaan niet meer meedoen met die steunfondsen. Maar dat zal juridisch heel lastig worden. Maar dit wordt wel een zure appel voor de nieuwe premier die dit dan zou gaan moeten doen. Die zou zeggen, we gaan de bezittingen wegstrepen tegen de schulden die eruit staan. Ja. Ja, die bezittingen zijn toch waardeloos. Denk je dat er een premier is die dat durft te doen? Heb jij voorbeelden in de geschiedenis van mensen die dit... Ja, maar nou ga ik... Kijk, nou gaan mensen mij te grof vinden. Liefdink. Dat is de minister van Financiën in 1945. Oké. Okay. Dus die zag een hoeveelheid geld die gecreëerd was. En die zei, ja, hier klopt helemaal niks van. Maar dat kwam natuurlijk omdat de bezetter dat heeft gedaan. Ja. Dus ik wil niet Mark Rutte vergelijken met Adolf Hitler. Dat ga ik niet doen. En dan is het verleidelijk om maar te zeggen en dan... En je doet het stiekem toch. Nee, maar kijk, de afgelopen 10 jaar heeft Rutte doorgemodderd. Heeft hij gezegd, nee hoor, dat heb ik niet gedaan. Hè? Bankenreddingsfonds, nee hoor, dat heb ik nooit gedaan. Nee, heb je wel gedaan, gek. Hier staat het toch, Mark. Mark Rutte, als je dit kijkt, heb je zelf gedaan. Dat verlies zul je moeten nemen. Maar Rutte gaat dat niet doen. Want dan moet hij toegeven dat hij de boel heeft voorgelogen. Dat hij een foutje heeft gemaakt. Ja, niet eerlijk geweest. Hij is niet eerlijk geweest. Hij heeft een foutje gemaakt. Laat het zo even... Dat gaat Rutte niet doen. Want dan moet hij 10 jaar lang van zijn eigen beleid afkraken. Alleen zolang hij daar zit... Ja. Gaat hij door met wat hij doet. Er is geen reden om aan te nemen dat iemand die 10 jaar bepaald gedrag vertoont. Dat hij opeens gaat veranderen. Dat hij zegt, ja, ik ben niet helemaal eerlijk geweest al die tijd. dat gaat hij niet doen. He, want Cora moet premier worden, VVD. Eerste vrouwelijke premier, nou hartstikke leuk. Waarom zeg jij, zij moet premier worden? Dat heeft de VVD intern al besloten. Oké. Okay. Dus Cora wordt de nieuwe premier van Nederland. Mm-hmm. En die kan dan in het begin van haar periode zeggen van, oh, wat heb ik een hoop rotzooi op te ruimen. Ja. Maar ja, dat is corona, komt niemand iets aan doen. Dan zeg ik, nee... Dat is de rotzooi die jouw voorganger Mark Rutte heeft gemaakt. Precies. Maar Rutte moet nog wel even de verkiezingen winnen voor Cora. Dus die zal dit wegmasseren. En die zal dus ook de overgang naar 2021, als al die banken met die slechte jaarcijfers komen. Mm-hmm. Dat zal die ook nog proberen weg te lachen. Maar het is wel lekker makkelijk om het dan af te schrijven op, ja, maar dit is corona. Dat is corona. Niks mee te maken. Nee, maar dat filmpje inderdaad... En ja, dus dat we zeiden, dat probleem in die banken zit er al. Dat bankenreddingsfonds wordt gemaakt met een reden. Ja. Dat filmpje van Deutsche Bank, dat was ruim voor corona. Ik heb een hele goede vriend, Mark. En die zag het vrij snel dat corona wel een probleem was. Die zei dat in januari al. Ik maakte hem belachelijk. Ik zei, joh, dat is een griepje. Dat zal ik nooit meer doen. Sorry, Mark. Ik ga je nooit meer... Ik zal voortaan altijd naar je luisteren. Maar in december wist niemand dit. In november 2019. En toch zei ik dat al. En het is omdat die banken, die waren al ziek.
Daarom zijn die fondsen gemaakt. Daarom was men al bezig met eurobonds. Corona was het extra zetje. Dat was het zetje. Je klinkt die Europese landen aan elkaar middels schuld. Ja. Want als je eenmaal nog extra hebt uitgeleend, ja, je weet niet wat je doet. Dus je weet niet wat je doet als je eruit stapt. Mm-hmm. Dus ja, laten we dan maar in die euro blijven. Hoe ingewikkelder je het maakt, hoe meer die landen aan elkaar vastzet, hoe meer Nederland via die ondemocratische mechanismen uitleent aan andere eurolanden, ja, hoe ingewikkelder het is om eruit te stappen. Ik heb jou wel eens de vraag gesteld wat jij zou doen als gewoon burger zijnde op het moment dat je dit weet en dat je dit ziet aankomen. En eigenlijk omzeil jij altijd die vraag. En Ik heb het idee dat daar wat achter zit. Wat zit erachter? Ik zou jou namelijk een ontzettend ontzettend goede minister van Financiën vinden. Ja, maar ik heb het al eens gezegd. Ik kom binnen en ik streep al die rotzooi door. Ja, daarom juist. Ja, dan ben ik dan een week. Maar is dat de reden dat je niet ingaat op wat, kijk, wat ik ga, een kijker of luisteraar zou moeten doen? Kijk. Als je dit ziet aankomen, dan lijkt het bijna alsof de hele wereld ineens stort, toch? Nee, de wereld stort niet ineens. Nederland gaat gewoon een flinke financiële aderlating moeten doen. En de Nederlandse burgers daarmee ook. Bij micro-economen noemen dat sunk cost. Dus als je zegt, die euro had je niet moeten doen, want je wordt verantwoordelijk voor de schulden van anderen. Ja. En dat gaat dan via deze mechanismen. Mm-hmm. En dan heb je dus Rutte's spagaat, zoals ik dat noem, in Brussel wel tekenen en in Den Haag ontkennen dat je dat doet. Ja. Als ik minister van Financiën zou worden, dan moet ik dealen met het feit dat Rutte er een zootje van al 60.000 tot 70.000 euro per werkende Nederlander in die pot heeft gegooid. Ja. En dan zal ik als minister van Financiën proberen daar per werkende Nederlander de helft nog uit te trekken. Maar zou je dat willen, überhaupt? Ik zou dat wel willen, want mensen worden gewoon knetterboos op een gegeven moment natuurlijk. Ben je dan niet bang dat mensen dan ook boos op jou zullen worden? Ja, dan zullen ze zeggen, het ligt aan jou. Precies. Toen Rutte er was, toen voelden we nog helemaal geen schade. Nee. Dat is de hele truc. Daarom moeten jullie op Cora gaan stemmen. Dat is de truc van Rutte. Zo wint hij de verkiezingen. Dan kan hij iemand anders de schuld geven. Maar je zegt, ontwijk ik de vraag? Nee. Nee, er kan een politiek correct antwoord. Laten we het zo er is doen. Geen politiek. Het is een feit. Kijk, Rutte was de premier van Nederland. Ja. En Wopke Hoekstra was de minister van Financiën van Nederland. Ja. Als zij Nederland binden met een verdrag, dan zul je dat verdrag moeten respecteren. Of je moet zeggen, Nederland respecteert geen verdragen meer. Mm-hmm. Je zit met het werk van je voorganger. Ik doe nu echt wel een paar stappen. Hè. Ik loop nu iets op de zaken vooruit als ik Wopke Hoekstra mijn voorganger noem. zo bedoel ik dat niet. Maar de regering kan dat doen. Wat zegt het over de toekomst van de euro? Het klinkt een beetje alsof Europa in puin ligt. Het ligt ook in puin en het wordt ook een grimmige bende. Kijk gewoon naar het journaal. Hoeveel rellen er zijn. Ja. Mensen die pikken het niet meer. En ik word zelf ook heel rallig en de ballig. Je krijgt al die coronamaatregelen, al dat gedoe. Hè? Dus je mag dit niet, je mag dat niet. Je mag geen feestje achter je voordeur hebben. Ik heb me getraind voor de marathon, mag ik niet doen. Mm-hmm. Ik zie wel al dat stomzinnige drugstoerisme, dat mag wel. Dus mensen worden gewoon heel erg geïrriteerd. Dan gaat het slecht met ze economisch. En dan moeten ze ook nog eens die btw-verhoging verhapstukken. Ja, dan krijg je gewoon een hele nare sfeer. En dan zijn Nederlanders ook even klaar mee om solidair te zijn. En als dat gebeurt, dan stort die euro in. Dus die euro heeft te maken met rustig wij als volk blijven. Ja, want die euro kan alleen bestaan als Nederland betaalt. En dat heeft elke econoom die er ook maar iets van weet, die zal dat beamen. Mm-hmm. Dan krijg je daarna de vraag van, moet Nederland inderdaad niet maar gewoon betalen? Maar het idee dat Nederland niet hoeft te betalen voor het lidmaatschap van de euro, dat is idioot. Dus kun je dan zeggen dat het valt of staat met vertrouwen in de eurozone en in Europa, in onze machthebbers? Ja, maar dat vertrouwen, dat vertrouwen, dat kan alleen bestaan als dat wordt gesteund met geld. Dus Nederland moet zeggen, als er wat gebeurt, zullen wij de euro redden? Mm-hmm. Hier is een bak geld. Ja. Ik bedoel, je kunt niet iets zeggen en daardoor vertrouwen uitspreken. Was het maar zo makkelijk, je moet daar iets voor doen. Ja, Nederland moet gewoon lappen. En als Nederland dat niet wil, kun je geen euro hebben. Dat is A of B. En Rutte heeft de truc bedacht, nou dan betaal ik gewoon. Mm-hmm. En dat doe ik via schulden die in het begin nog onzichtbaar zijn. Dus ik betaal gewoon en dan ontken ik dat ik het heb gedaan. En kunnen we hier nog onderuit?
Dat is dus het probleem. Voor een groot deel heeft Rutte Nederland hier al aan vastgebonden. Okay. Wat ik wel voorstel, als mensen zeggen, nou je kijkt dit, wat moet je doen? Ik heb een website gemaakt met de Libertarische Partij. Yeah. En dat heet barsmaar.eu. Okay. En dan kun je zeggen, barsmaar, nou dat is niet aardig zeg. Mag het niet wat inclusiever, wat socialer? Nou yeah. Niet als het om die miljardairs gaat die aandeelhouder zijn van die banken. Yeah. Dus er moet geen bankenreddingsfonds komen. En ik wil dat daar nog één keer een groot debat over komt. Op 18 december 2018 was er een debat in de Tweede Kamer met de Commissie Financiën. Waarbij Martin van Rooyen van 50PLUS zei... meneer Rutte, u bent in Brussel geweest en u heeft toch carte blanche gegeven voor eurobonds. Want dat is namelijk de voorloper indirect, van... Indirect, wat er gebeurd is. Ja. Dat was toen al lang besloten. He, want er werd gezegd, ja, dat zo'n bankenreddingsfonds moet een fiscal capacity hebben. Maar het leek pas alsof het een maand geleden besloten is. Nee, het was 18 december 2018 was ja, het al precies. besloten. En dat was voorbereid bij de Eurotop in aanloop daarnaartoe van 25 mei 2018. Het lag al jaren in de pijplijn. Maar toch en hebben al ze die nog documenten met fiscal capacity. Ze hebben een spelletje gedaan. Gespeeld voor de bühne. Voor de bühne. Toen alsof het heel moeilijk was en alsof ze heel hard overlegd hebben. Precies, maar je had het al lang... toegekend en dan staat er in de handelingen van de Kamer van 18 december 2018, er staat heel netjes, de regering is in de Europese Raad akkoord gegaan met de bankenunie, mm-hmm. met een fiscal capacity. Het staat er letterlijk, alleen niemand leest, geen enkele journalist leest de handelingen van de Tweede Kamer, want ze zijn te druk met het slipje van Katja Schuurman. Dat dan weer ergens ligt. Maar ik lees dat dus wel, dus ik zie die documentatie, als mensen mij heel erg bekritiseren, dan lees ik het nog eens en denk ik, ja, ik ben toch niet gek. Ja, ik zie het hier gewoon staan. Dat is toen dus gebeurd. En toen heeft Martin van Rooyen gezegd, wij moeten hier een groot Kamerdebat over voeren. En Wopke Hoekstra heeft dat geweigerd. Wopke Hoekstra, die praat überhaupt ook niet echt met mensen. En dan is er een heel plan voor een bank met een depositogarantiestelsel of een ander geldstelsel. Daar zal je ook alles over hebben gelezen. Mm-hmm. Komen er allemaal leuke mensen met goede initiatieven enzovoort. Ja, Wopke Hoekstra die luistert daar niet naar. Die gooit dat gewoon weg. Want die wil een Europees depositogarantiestelsel. En al die mooie initiatieven wil hij niet horen. Ik wil er niet mee bemoeien, maar er gaat iemand toeteren. Sorry, dus hij geeft niet. Maar ja, toen zei hij van, ja, dan gaan we... we gaan hier geen debat over voeren. Mm-hmm. Wopke Hoekstra zegt op 18 december 2018, ik heb de creditcard van Nederland weggegeven. Ja. Ik en Mark hebben dat gedaan. Uh-huh. Parlementariër Martin van Rooyen zegt, ik wil hier een debat over voeren. Dat is wordt dat geweigerd. Gebeurd? Dat is, dat is geweigerd. Want Wopke Hoekstra wil dat niet. Het enige wat we nog soort van kunnen doen, is dat we de 40.000 handtekeningen clausule inroepen. Ah, vandaar die website dus. Vandaar die website. Dus ga naar de website barsmaar.eu. Gaan we doen. Als ik 40.000 handtekeningen heb, of wij, want dat doen we met de Libertarische Partij. Als we daar 40.000 handtekeningen hebben, dan kunnen we met een USB-stick met die handtekeningen naar de Kamer gaan. Ja. En dan kunnen we ze dwingen een debat te voeren over... En vervolgens kun je dat debat in drie seconden laten doodslaan. Wopke Hoekstra kan dat doen. Die kan zeggen, oké, volgens de wet moet ik dit debat voeren. Ik voer nu het debat. Toedeledokie, ik ga een biertje drinken. Ja, maar dan krijg je nog meer onrust. En daar hebben we het net over gehad. Wanneer die dan nemen we de camera mee en dan kun je mensen bewegen. Ja, dat is het enige precies. Wat we nog kunnen doen voor de verkiezingen. Zo. Dat wordt spannend. Ja, dus ga naar barsmaar.eu. Zet je handtekening neer. Doe het wel goed en ook niet meerdere tegelijk. Want dat wordt gecontroleerd door met de kiescommissie. En dan kunnen we naar de Kamer gaan en dan kunnen we zeggen, nou, er zijn 40 of 100.000 mensen die zich hier zorgen over maken. Mm-hmm. En terecht, want je geeft je creditcard weg in een systeem waarbij was afgesproken dat we dat niet zouden doen. En je gaat erin banken redden die heel wankel en corrupt zijn. En daardoor weet je ook niet precies hoe ziek die banken zijn. Voor wanneer heb jij die handtekeningen nodig? Ja, eigenlijk morgen. Maar is er een moment waarop jij zegt, we moeten dit ASAP fixen? Maar eigenlijk het liefst nog binnen... ik wil graag dat het debat voor 31 december er is. Oké. Okay. Want daarna komen die... Hè, want als er dan bijvoorbeeld in januari een bank omvalt, ik zeg maar wat. Ja. En dan kunnen ze zeggen, oh, maar gelukkig hebben we dat Single Resolution Fund. En dat moet nog groter worden en er moet nog meer geld bij van Nederland ja. enzovoort. Dus het zou fijn zijn als je dat debat voor die stap doet.
Dus voordat er een nieuwe bak met geld uit Nederland gaat, de weg gaat, moet je dat debat ervoor voeren. Helder. Voor zover dat juridisch eigenlijk nog iets... En nog want even, we zitten er al zover in. Ja. We zitten nu midden in een crisis. Ja. Ook al lijkt het alsof het allemaal weer een beetje de goede kant op gaat. Dat is natuurlijk niet het geval. We zien dat de delinquenties waar je het net over had, dat die toenemen, dat die oplopen. Jij zei laatst van, die hypotheekmarkt, als we kijken naar de huizenmarkt, verwacht ik pas dat in 2027, daar gaan we al, ik kon hem niet zien, sorry meneer. Al of pas. Dat pas in 2027 tot uiting komt. Kijk, maar als ik heel simpel kijk naar die delinquenties, dan zou je verwachten zou je dat veel eerder verwachten dat die huizenprijzen... Ja, dan zou je het Lehman Brothers effect krijgen en dan zou je een herhaling van 2012 krijgen dat de huizenprijzen dalen, omdat de machine die ervoor zorgt dat mensen ziek veel krediet hebben, dat is dat bankwezen met hun securitisaties, mm-hmm. waarbij ze beleggingsproducten maken van banken, van hypotheken van mensen. Ja. Nou, als die machine, als daar een beetje zand in loopt, want Lehman Brothers valt om, dan dalen die huizenprijzen. Ja. Heeft niets met die huizen te maken. En natuurlijk niet alleen dat krediet, maar dat heeft er ook mee te maken dat als we kijken naar hoeveel burgers nu kunnen besteden, als straks al die btw omhoog moet, als de overheid gaat bezuinigen, allemaal dingen waardoor je denkt, privé meer... zijn allemaal dingen, dan denk je die huizenprijzen gaan dalen. Alleen er is nog iets anders aan de gang. Ja. En dat is dat de Europese Centrale Bank, die probeert het nog een beetje te lijmen met quantitative easing, dat ze geld gaan bijdrukken. En dat is massaal aan het mislukken. Ja. Dat zorgt voor een stortvloed aan geld, waardoor beleggingsobjecten van rijke mensen nog meer waard worden. Okay. Daardoor is bijvoorbeeld het aandeel van Amazon, dat vind ik heel mooi, of heel mooi. Dat is sinds die centrale banken geld zijn gaan bijdrukken, is dat aandeel gestegen. En het pakket van Jeff Bezos, want hij heeft natuurlijk een belang in zijn eigen bedrijf, dat is met 80 miljard in waarde gestegen. Mm-hmm. Dus dankzij corona is Jeff Bezos 80 miljard euro meer waard. Terwijl de zorghelden... Hè, ik ga geen aquazietje doen voor de mensen die nog het woord zorghelden gebruiken. Maar goed, de zorghelden, dat zijn onze helden. Nee, die moeten op de nullijn. Jeff Bezos, de rijkste man op aarde, krijgt nog een keer 76 miljard euro bij. Mm-hmm. Piketty heeft al gezegd hoe dat kan ontaarden. Maar dat even terzijde. Maar dat geeft dus aan dat geld dat die centrale banken creëren, dat komt niet in de reële economie terecht. Dat komt bij de rijke mensen. Dat wordt gebruikt om te speculeren op krediet. Ja. En dat zorgt ervoor dat beleggingsobjecten, zoals een huis, dat die meer waard worden. En daarom gaan die huizenprijzen nog omhoog. Dus rijke mensen die zitten bijvoorbeeld in obligaties van landen. Er zijn nu iets van 50 landen die bij het IMF hebben aangeklopt. Mm-hmm. Dus er komt gewoon een wereldwijde default aan op die schulden. Ze zitten dus in die obligaties van rijke beleggers. Landen, omdat de centrale bank toch wel die obligaties van hun overneemt. Alleen er zijn... En die landen niet failliet kunnen gaan in principe. Alleen je ziet wel een soort vlucht uit die obligaties. Ja. En dat vermogen, dat zal dan naar... zullen we niet toch een pandje kopen? Nou, er gaan meerdere mensen tegelijk op dat pandje bieden. Mm-hmm. Er is ook nog heel veel Russisch, Oekraïens, fout zwart geld dat de Nederlandse huizenmarkt heeft ontdekt en zich hier helemaal suf koopt. Rutte vindt dat goed, maar ik ben geen fan van die man, maar dat wist je al. Dus er zijn allemaal krachten die ervoor zorgen dat er extra vraag komt op die schaarse huizen. Ja. De huizen tekort, hè, zodat we de zorghelden netjes zouden kunnen laten wonen. Dat huizen tekort wordt ook niet aangepakt. Mm-hmm. Want dan los je de schaarste op en dan stort die vraagprijs in en dan zijn die hypotheekproducten weer waardeloos. Dus die woningnood die zal nog wel eventjes blijven. Dus dat heeft puur te maken met het feit dat de investeerders nog in deze markt actief blijven. Ja, want als je dus kijkt naar de consument. Ja. De consument komt straks niet meer aan een lening bijvoorbeeld. Nee. En dat kun je ook al zien. Als je bijvoorbeeld zegt, dan heb je die Arno weer met zijn rare cijfers en zijn complotten. Ga gewoon naar de... ik heb dat net nog eventjes opgezocht voor de zekerheid. Ga bijvoorbeeld naar de halfjaarcijfers van alle Nederlandse banken. En wat zien we daar? Dan hebben ze ineens 26 miljard. Overtollig kasgeld. Dat uitstaat bij de ECB en dat niet naar ondernemers gaat die het nodig hebben. Dus dat geld bereikt de reële economie nooit. Als je nu kijkt op de balans van de ABN AMRO, staat er 56 miljard euro aan overtollig kasgeld. En dat is geld dat komt dus niet in de reële economie terecht. Dat gaat niet het MKB helpen voor die extra investeringen. Mm-hmm. Dus er komt geen extra economische groei. Dat staat dood te wezen bij de centrale, bij banken zoals ABN AMRO. Ja, dan komt er een of andere people hier in Haarlem bijvoorbeeld die zegt, ik wil zo'n blok huisjes wel kopen.
kan ik daar een leningje voor krijgen? En dan zegt Rabobank, ING, ABN AMRO zeggen, tuurlijk, derde, vierde, vijfde, zesde hypotheek voor beleggingsobjecten. Ja. Hier is geld. En dat zorgt ervoor dat die huizen in waarde blijven stijgen de komende paar jaar. En dat is dus het verschil tussen deze crisis en die van 2008 na Lehman Brothers. Ja. Is dat de ziekelijke overkreditering die banken veroorzaken, want dat is wat ze doen. Ik bedoel, dezelfde baksteen wordt veel meer waard, maar het is dezelfde baksteen. Die ziekelijke overkreditering werd veroorzaakt door Lehman Brothers, Goldman Sachs met hun securitisaties. Mm-hmm. Met die banken. Die securitisaties, dat zijn die pakketjes van de hypotheken. Van de hypotheken, ja. Die ze daarna weer doorverkopen en doorverkopen. Dus beleggingsproducten maken van hypotheken. En daardoor gaat de vraag naar die hypotheek omhoog. Ja. En daardoor worden huizen dus veel meer waard op papier dan dat ze lijken. En komen gezinnen om in de schuld. Mm-hmm. Totdat ze eraan kapot gaan. Wat de centrale bank nu heeft gezegd is, nou dan starten we het quantitative easing. Dat had je in 2008 nog niet. En dan zullen we kunstmatig het wegvallen van Lehman Brothers enzovoort gaan wij opvangen. En daardoor houden we de overkreditering in stand. Mm-hmm. Dat is wat de centrale bank doet. Kijk en het hierbij gevolg ook, daarvan is dat... Kijk hierbij ook nog naar inflatie? Of is dat iets wat... Ja, het geinige is dan zeggen we, ja, maar er is geen inflatie. Dus de centrale bank moet dat doen. Hoezo, er is geen inflatie? Dat lijkt zo, hè? Ja, dat want als je huizen niet meerekent... Volgens mij wordt het ook om die reden gedaan. Ja. Maar in dat inflatiecijfer, daar zitten huizen dan niet in. Nou ja, de huizen zitten er wel in. Maar het gaat vooral om wat het kost om een lening te nemen. Dus het gaat niet om de koopprijs. Oh ja, de rente. Ja, precies. Maar de rente wordt meegerekend. Ja. En zo zitten bepaalde dingen in dat mandje waarvan ik denk... Huh? Dit begrijp ik niet. Nee, dat begrijp precies. Je moet de echte prijs van het huis instoppen. Je kan het op de website van de Europese Centrale Bank ook opzoeken. Ja. Dat is wel interessant om te zien. Je zegt dat goed. Ik was even... Ze nemen dus de huizen mee, maar ja, het is steeds goedkoper geworden om die hypotheken te nemen. Dus ja, je ziet inderdaad als de rente gaat omlaag. Dus maar precies, dus we hebben zo'n zorggeld bijvoorbeeld. Hè? Oh, nog even klappen hè, voor de zorggeld, dat is heel belangrijk. Daarna duwen we die kop weer onder water. Ja. En dan heb je een zorggeld die zegt, nou, ik ben mbo-verpleegkundige. Ja. Dan verdien je €2000 bruto per maand. Mm-hmm. Nou, dat zeg even, dat is 25.000 per jaar. Dan kun je een huis kopen van €100.000. Nou, als door dat effect wat ik net noem, het beleid van de ECB. En ze kunnen dat gewoon zien dat dat gebeurt. Als door het beleid van de ECB, als dat huis van 100 naar 200.000 gaat, dan kan de zorgheld dat huis niet meer kopen. Nee, precies. Dat wordt onbetaalbaar. En er is geen inflatie. Ja, dan moet je inderdaad hele gekke dingen gaan doen hoe je dat berekent. Nou ja, en daarnaast krijgen we dan dus de... Hoe heet het, BTW wat omhoog gaat. Ja. En we krijgen de prijzen in de supermarkt die wel al stijgen. Die stijgen nu overigens ook al fors. Ja, want je hebt supply chain effecten door corona. De kappers die duurder worden, de restaurants die duurder worden. Ja, want je hebt dan minder klanten, dus je zult je omzet moeten verdelen over je vaste kosten als horecaondernemer moeten verdelen over minder mensen enzovoort. Dus natuurlijk gaat het omhoog. Wat zou jij de kijker nu aanraden om te doen? Brace for impact. Zorg dat je lief bent voor elkaar. Ga niet radicaliseren. Ga niet de verkeerde mensen de schuld geven. Dat noemen ze altijd de anders kokenden. Ja. Zo noemt Hans Steeuwen ze. En brace for impact betekent dat dan een extra spaarbuffertje inslaan? Ja. Of betekent dat dan op de goede Alleen partij stemmen? Alleen dan zeggen sowieso op de goede partij stemmen. Deze video's bekijken of meer dat inlezen. Sowieso. Stem in godsnaam niet op de VVD. Kijk, als je diep eurogelovig bent... Mark Rutte gaat deze video ook zien, hè? Ja, Mark Rutte, je bent gewoon een boefje. Wat jij doet kan echt niet. Gewoon mensen voor de gek houden. Zo, nou, ik hou mijn poot stijf in Brussel. Je moet geen coronabond. Nogmaals, Mark Rutte, draft. Je hebt het zelf voorgesteld. Ga niet op Mark Rutte stemmen. Het moet nu niet een te politiek praatje worden, hoor. Dus, Nee, maar bij wijze van spreken. Maar, ja. Maar ga niet op de VVD maar stemmen. Maar even doe concreet, het dus je moet op de goede mensen stemmen. Je moet zorgen dat je je inleest in dit soort onderwerpen. Een buffertje financieel voor jezelf aanhouden. Ja, want dit gaat... Kijk, dat corona, dat gaat niet mooi worden. Ook al lijkt het alsof het nu al over is. Ja, maar kijk. Ik was laatst bij een horecagelegenheid. Mm-hmm. Heb je 21 tafels. Ja. En dan zeg ik, oh, leuk dat je weer open kan. En heb je dan minder? Dan zegt hij, ja, maar ik heb nu maar 15. Ja. 15 tafels, want corona, afstand enzovoort. Komt er zo'n boa. Ik zal daar ook maar geen kwalificatie aan geven. Maar die zijn van die bloedhonden die, oh, kan je al een boete geven. Ja. Terwijl waarschijnlijk kan die ondernemer dat niet betalen. Maar als jij van 20 naar 15 tafels gaat.
Ja, dan gaat je omzet dan heb je gewoon, dan gaat je omzet met een kwart omlaag. Ja. Ik weet niet hoeveel ondernemers in marktsectoren jij kent die een marge hebben van een kwart. Ik ken niemand. Nee. Maar als jouw vaste kosten gelijk blijven, zoals je huur of de hypotheek op je bedrijfspand, mm-hmm. en je omzet gaat met een kwart omlaag, dan ga je gewoon die hypotheek op een gegeven moment niet meer betalen. Dat kan niet anders. Kun je zeggen, hey, je bent wel open. Ja, open, open. Dus dat zijn die verborgen faillissementen. Dat komt allemaal nog. En dat komt dus inderdaad wel, zeg jij. Dat komt wel. En dan gaan mensen, dan gaan die delinquencies omhoog. Dan zitten die banken met niet inbare leningen. En dan hebben ze dus ook nog de rotzooi van de eurocrisis. Die ze ook nooit hebben opgelost, want dat is dus weggemasseerd. Ja, en dan gaan ze een verlies maken. En dan moet de BTW omhoog, dan gaan we keihard bezuinigen. Wat zou jij de kijker mee willen geven als teken, ja, voor nu wat je kan doen, je denkt, man, mensen, kinderen, waarom heb ik dit ook aangezet? Had ik maar wat leuks gekeken? Ja. Dat is best heftig. Het enige wat ik voor mensen, wat je op korte termijn, op zeg maar, politiek niveau kan doen, op gemeenschappelijk niveau, om de schade nog een beetje te dekken, is dat je ons helpt om die 40.000 handtekeningen te krijgen. Ja. Want er kan daar een debat over worden gevoerd. Van wie gaan wij in godsnaam helpen? En hoe gezond zijn die banken eigenlijk? Dus dat ik kan aantonen dat die. Het laatste redmiddel om nog iets te doen. Voor zover je er niet al te diep in zit. En dan kun je zeggen, oh, maar het heet barst maar. Dus ik zeg ook, die mensen moeten ook maar barsten. Vind jij dan ook dat die arme Italianen, die zorgmedewerkers in die ziekenhuizen, dat die dan moeten barsten? Nee, die zou ik wel willen helpen. Maar daar gaat het geld niet heen. Het gaat naar de eigenaren van die banken. Die ga je helpen. En dat moet je niet doen. Want dat zijn miljardairs. Mm-hmm. En bovendien, dus als omgekeerde solidariteit. Alles wat de Europese Unie nu doet en Nederland zijn soevereiniteit afdragen aan de Europese Unie om te gaan met corona, is gewoon solidariteit van arm naar rijk. De zorghelden, die krijgen 0%. Jeff Bezos krijgt er 80 miljard bij. En die banken van die miljardairs, die worden gered. Dat moet je dus niet doen. En als je dat wel zou doen, dan krijg je moral hazard. Dan bouw je aan de nieuwe crisis. Moral hazard? Een moral hazard, dat wil zeggen dat jij risicovol gedrag vertoont als bankier. Want als jij een bankier bent en jij weet er komt wel een Europese redding. Dus jij bent een Italiaanse bankier of je bent de directie van Deutsche Bank bijvoorbeeld. Ja. En ze redden je toch wel. En je weet, oh, ik word toch wel gered door die gekke Nederlanders. Dan leer jij niet van je fouten. En dan bouw je nu al vast aan de recessie van 2030. En om die cycle te doorbreken, moeten die banken gewoon kapot. En die banken laat je kapot gaan door ze niet te redden. Dat is heel simpel. Mm-hmm. Zeg, ja, ik ben wel bereid om solidair te zijn met de mensen die hier op die school werken. Dus daar moet over gesproken worden. Daar moet over gesproken worden. Maar ga geen geld geven, in godsnaam, aan banken. Dat is moral hazard, dat werkt averechts. Nooit geld geven aan banken. En daarom persen ze je ook af met dat, ja, maar wij doen ook de betaalfunctie en zo, hè. Mm-hmm. Zelfs jij tuinde er nog in net bijna. Ja, ik zou zeggen, trek het uiteen. Maar goed, trek het uiteen, dat kan ook. Ja. Maar daarom willen ze dat dus niet. Dus teken die 40.000 geef ons die 40.000 handtekeningen. Barsma.eu. Dan gaan we naar de Tweede Kamer. Dan mogen we daar een korte speech houden. En dan zeggen we, in godsnaam, doe dit niet. Ik heb documentatie bij me. En dat zal ik dan daar ook kort toelichten. Maar ik zal het ook nog in een ander filmpje doen. Waarbij ik laat zien dat die banken, die zijn veel ongezonder dan ze doen voorkomen. Maar zij, terwijl de Europese Unie die bankenunie optuigt, mm-hmm. proberen die banken met fraude er gezonder uit te zien dan dat ze daadwerkelijk zijn. En als wij in die bankenunie zitten, dan is het te laat. En dus dit is de laatste kans voor de kijker, voor ons, om ervoor te zorgen dat hier nog over gesproken wordt. Het is al 11:55. Mm-hmm. Dus als je zegt, ja, we willen dit allemaal niet, er moet een goed debat overkomen, weet ik wat, dan zit je dus al met het feit dat die handtekening van Rutte, die staat er al. Ja. Onder het document dat hij zelf heeft opgesteld, als voorstel, draft, staat er. Maar dan kunnen we de schade beperken. Dus doe dat en wees lief voor elkaar. Gaan we doen. We zetten het link hieronder in de video. Barsma.eu. Heel erg bedanken, Arno. Ja, je lacht nog wel, dat valt me. Ja, dat is onwijs leuk. Ik vind het super leuk om weer over te praten. Ja, nou, fijn dat je er nog van geniet. Nou, Arno, onwijs bedankt. Heel graag gedaan. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.